Het hele zwembad wordt een roze, jongens. Hangen vier hele mysterieuze touwtjes. Wat zal het zijn? En het is voor het magische wapen. Oh jongens en meisjes, dit is spannend. Tot 10, 9. En weer op een kanaal. Vind je hem leuk? Jongens, ik heb een vis gevangen. Hi, ik ben Kip. Welkom bij een nieuwe video. Van de bakkertje, Nee. Van Pip, een nieuwe video van Pipje en we gaan iets heel erg leuks doen. Iets wat we 2 jaar geleden ook hebben gedaan. Wat gaan we doen, Pipje? We gaan alles in roze doen, maar verrassing moet ook roze zijn. Nou, we gaan alles in het roze, maar niet zomaar alles in het roze. Ik denk dat jij dat niet gaat doen. Jawel, ik ga met je mee, maar we gaan niet zomaar alles roze doen. We gaan alles roze doen in het zwembad. Nou, we hebben het natuurlijk 2 jaar geleden hebben we het ook gedaan. Hele leuke video was dat geworden. Tegenwoordig kan je wel wat beter zwemmen. En we hebben een grote zwembad. Oké, maar dit is Pip. Pip, ben jij in het roze? Nee. Nee, maar weet je wat ook roze? Nee, dus die mag bijkomen. Ja, maar die kan toch niet in het water? Nee. Jij gaat daar staan, je gaat een rondje draaien. Ga maar daar staan. 1, 2, 3, rondje draaien. Oh, kijk eens even wie er helemaal in het roze is. Oh, is hij ook in het roze? Oké, okay, alleen hij kan niet meer gaan zwemmen, want dan wordt hij een beetje nat, hè, denk ik. En ze mag ook niet zwemmen, want ze is een baby. Maar we gaan even het koude water in. Oh. Oké, okay, nou Pipje, we zitten hier in een heel mooi bad. Met allemaal, wat voor kleurballonnen? En roze! Hé, hey, maar we hebben grote ballonnen. Kijk eens, hier. Oh. Kijk eens, we hebben grote ballonnen. En we hebben een klein ballon. En kleine, oh, kleine ballon. Kijk, dit is een hele kleine. En het mooie aan die kleine, wat kan je hiermee doen? Hier kan je water mee kapot maken. Nou, maak ze kapot dan. Doe maar knijpen. Hup. Oh, ik kom op. Oh. Kijk jongens, dat kan ook zo kapot. Oh. Pip, één van deze kleine ballonnetjes, daar zit een verrassing in. Je krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk van deze kleine ballonnetjes, deze, kapot te maken. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, de tijd gaat nu in. Nou, dan pak je de andere. En de tijd tikt door. Gaat goed, Pip? Hoe knap je dan? Ik heb eentje. Eentje. Hier, nog eentje. Goed zo, volgende. Oké, en Pip, we gaan op zoeken naar de volgende. Heb je er nog eentje of heb je ze allemaal gehad? We hebben de verrassing nog niet gevonden. Ja, hier nog één. Kan je niet gewoon zo knijpen? Lukt dat niet? Nee, kan je helpen? Ja, we moeten zelf hier. En kapot. Nou, het is moeilijker dan verwacht, jongens, maar we gaan nog even door. We hebben nog 20 seconden, Pip. Snel, hè? Kijk, ik help wel even mee. Hier hebben we nog eentje. Dat is een hele vreemde, jongens. Zal ik hem openmaken? Dit is wel een hele speciale ballon, maar wat zou hierin zitten? Ik heb het onder water. Oké, wat gaat er gebeuren? En. Wat gaat er gebeuren? Kleurstof! Kleurstof, zo! Wow, dit is vet! Pip, vind je dit genoeg of moet er nog meer bij? Meer! Ja, maar kijk, dit is niet helemaal. En jongens, even voor de duidelijkheid, dit is kleurstof, maar speciaal voor het water, niet schadelijk voor kinderen. Help. Je moet het niet opdrinken. Help. Oké, zullen we samen doen? 1, 2. Oeh. Wow, kijk eens even, zo. Het hele zwembad wordt roze, jongens. Kijk eens hoe mooi dat eruit ziet. Het lijkt wel alsof iemand gebeten is door een haai. Alsof iemand gebeten is door een haai. De bloed. Auw, ik ben gebeten door een haai. Oh. Nog meer. Nog meer? Hebben we nog een potje? We hebben er nog één. Oh yeah. Ik heb een idee. Ik gooi het water in. Ja. En jij moet dan rondjes gaan zwemmen om het helemaal te brengen. Oh, andersom. Jij gooit het erin, ik ga rondjes zwemmen. Ja. Oké. Okay. Oh yeah. Zo, kijk eens even. Wat een bros zwemmen. Dit is zo veel. Oh, dat was ook wel Pip. Dat is heel veel Pip. Zo. Zo, dat is echt mega vet, hè. Hij is echt heel roos nu. Jongens en meisjes, zwembad is helemaal roos. Hoe vind je het, Pip? Hij is echt roos. Zo cool. Is dit genoeg? Ja. Volgens mij blijft het toch wel even een paar uurtjes, toch? Ja, dan moet ietsje erbij voor de zekerheid. Nou jongens, we hebben het zwembad even een klein beetje opgeruimd. Want het zat allemaal een mini-ballonnetje en een grote ballon. Maar kijk eens even. Oh, wat een grote mooie bloem. Zo. 3, 2, 1. Jongens, er hangen 4 hele mysterieuze touwtjes. Kijk hier, Pip.
Ben jij nieuwsgierig? Ja. Wat er in die touwtjes zit? Ja. Aan die touwtjes zit. Ja? Zullen we gewoon beginnen bij het eerste touwtje? En kijken wat voor verrassing je krijgt? Ja. Nou, we gaan eerder even een kus doen. Sam die wou meehelpen, maar die vindt het water best koud. Het water was ook koud, hè, Pip? Oké, nou we gaan aan het eerste touwtje trekken. Order. En ik ben harder. En ik ben heel benieuwd wat er in het touwtje zit. Aan het touwtje vast zit. Oh jee. Oh jee. Wat zal het zijn? En het is... Wow. Nee. Eén voor mij en één voor jou. Oh, kijk, Sam is er ook in één keer hoor. Ja. Welke wil je als eerst? Of allebei tegelijk? Suiker. Suiker? Nou, Sam die in één keer vindt het niet meer koud. Die heb ik de. Ik dacht gewoon dat het oh, roze, zure snoep, jongens. Sam die mag alleen maar als hij het water in gaat. Nou, en misschien dat jullie Sam. Is het koud? Zo, nou dan is het wel heel koud. Oh, Pip, ja. We hebben lekker snoepje op. Ben jij benieuwd wat er aan het tweede touwtje hangt? Ik ga eens kijken. Kom, zullen we erin gaan? Oké, nou het is tijd voor de volgende. Pip die gaat trekken. En Pip die trekt heel hard aan het touwtje. Oh, wat nee. Zal het zijn? Oh. Nee. Oh jee. Het is heel iets zwaars, heel iets zwaars. Die is lief. Pip, en weet je wat je daarmee kan doen? Ja, mijn spuiten zo. Je spuiten, maar weet je tegen wie je aan kan spuiten? Tegen jou. Nee, niet tegen mij. Tegen mama en Sam. Niet tegen mij, gek. Pip, gaan wij iets doen? Nee. Nee, we gaan niks doen. Nee, even hier zo staan. We gaan echt niks doen, toch? Nee. Wat zouden wij moeten doen? Wij doen, Pip. Oké, wordt het Irem of wordt het Sam? Het wordt... Sam! Hij zat op beeld. Klaar op de beeld, hij zat op beeld. Ben je klaar voor verrassing nummer 3? Ja, maar mama mag kijken. Oké, we gaan eerst even aan de jury vragen. Is het een beetje leuk? Ja, ik vind het wel leuk. Oké, nou Pip, trek maar aan het touwtje. Eerste keer was het roze snoepjes, tweede keer was het een roze walvis. En nu wordt het een roze... Is het bellenblaas? Wie heeft de zin om te bellenblazen? Het begint niet alleen te stormen, het begint ook een tornado komt er. Ben jij klaar voor het magische water? De roze bellen blaas. Halleluja! Wat kan alle bellen zien? Ja, oh ja, wauw, kijk eens even. Ze zijn ook een beetje roze. Wat ik ook al vergeten ben. Oh ja. Zo, de hele tuin, kijk de hele tuin, kijk de hele tuin. De jongens en meisjes. Ja, het wordt tijd voor de volgende touwtje. Wat denk je wat erin zit? Is er iets wat je graag zou willen hebben? Heel leuk. Heel leuk? Mm-hmm. Jij? Leuk? Wat zou je graag willen hebben? In het roze. In het roze. Het is iets waarvan je moet niezen. Zeker niezen zelfs. Roze pop. Een roze pop? Nee, het is geen roze pop. Bijna. Ja. Bijna. Roze pop zien. Pip, ik zou gauw het laatste touwtje pakken. Oké, nou we gaan aan het touwtje trekken. Wat is nou? En we trekken aan het touwtje. Ja. Oh, ja was het. Lieve. Dit was het? Ja, verrassing! Ja, daar komt ie! Ja! Dit is cute! Maar Pip, ik wil je wat vertellen. Dit zijn niet zomaar flamingo's, dit zijn magische flamingo's. En dan komen de flamingo's. Yay! Oké, wat we gaan doen, Pipje. Ik zet jou hier neer, aan deze kant. Nee, mama. Wil jij een grote verrassing? Ja! Maar dan moet je alleen zorgen dat deze flamingo's die nu in het water gaan... 1, 2, 3, 4 en de laatste 5. De bedoeling is dat Pip zeg maar alle 5 de badeentjes in deze storm probeert te vangen. Je krijgt, ja, je moet 5 badeentjes met deze storm, ja. Oké, jongens en meisjes, het is de tijd. Ze moet binnen een minuut 5 flamingo's pakken. Maar niet zomaar, want ondertussen stormt het wel in het water. De storm gaat nu beginnen. Oh, oké, binnen een minuut 5 pakken. De tijd gaat nu in. En dan gaan ze, jongens. Dit heeft een duik genomen. Oh, nee, Het zit in mijn oog. Het zit in de oog. Wat zit in je oog? Water, oh. Oké, en dan gaan we, jongens. 1 flamingo hebben ze. En de tijd gaat stormen. Ze is druk op zoek naar de roze flamingo's. Oh nee, dit is al 50 seconden voorbij. Ze moeten erom lachen. En ze gooit erop. Ja, maar er is een veel meer storm. Nog eentje, Pip. Helemaal de andere kant. Je hebt nog 30 seconden. Oh, jongens en meisjes, dit is spannend. Tot 10, 9, 8, 7, naar de bloem. 6, 5, 4, nee, 3, 2, 1.
Hey, jij bent goed. Hij is lekker warm. Lekker, hè? Ja, lekker. Nou, Sam die vermaakt zich ook wel. Oké, Pip, je had nog 1 seconde over. Dat betekent dat jij een heel mooi cadeau hebt gewonnen. En wat voor kleur heet die cadeau? Roze, anders mag het niet. Nee. Ben je klaar voor Sam? Laat me zien aan Pipje. Nee, dan laat me zien. Nee, het is roze. Vind je hem leuk? Oh, we hebben roze, een echte roze, die wilden ze heel graag hebben, want zij zit op zwemles. Tijdens dat Pip zwemles krijgt, zijn er andere meisjes die zwemles krijgen als zeemeermin. Welke heb ik? Ja, jij, welke zou je willen? Nee, het is wel... Oh, heb ik deze? Ja, die, ja. Ja. Oh, die is zo mooi. Zullen we openmaken, zullen we gaan kijken of het past? Ja! Ja, oh, wow. Oh, kijk dan. Ben je op een kanaal? Wow! Help! Sam, vanavond eten we vis. Een zeemeermin. Kom eens bij papa. Kijk, ik kan flipperen. Oh, kijk eens. Pip kan flipperen, jongens. Ja! Jee! Wat grote voeten. Dat is echt heel raar. Maar ik vind het wel mooi. Ja. Ga je nou proberen te zwemmen met jouw nieuwe zeemeerminpak? Ja. Ik ben steeds blij. Ja, je bent steeds blij. Oké, okay, nou. Papa, ik moet eerst een duikbril. Eerst een duikbril, oh, jongens. Ariel heeft toch ook een duikbril, of wel? En jou heeft ook geen roze dit. Nee, dat is waar. Jongens, ik heb een vis gevangen. Ja, wat een hele mooie, lekkere vis, hoor. Wauw. Wow. Oh ja, en ondertussen komt er ook een walvis voorbij. Gevist. Gefietst. Ja, kijk eens. Woe! Wow! Hey, die was vet. Onze kleine Arielle. Onze kleine Arielle. Naar de andere kant op Arielle. Wow! Zo. Misschien kan je straks op zeemeermin les. Ja! Dat is ook leuk. Oké, okay, nou wij gaan er vandoor, jongens en meisjes. We gaan nog even lekker zwemmen. Pip, hoe voel je alles in het roos? Leuk. Ja, vond je het een leuk cadeautje? Wow, nou wij gaan er vandoor. Als mensen nog geen abonnees zijn, dan moeten ze wel. Abonneren! Tot de volgende keer! Ja, doei!